Gun van Rosmalen, jij weet natuurlijk als geen ander hoe dat is om dan op te staan en een nieuwe balans, een nieuwe dynamiek te vinden om je rug te rechten. Heb jij een nieuwe balans gevonden? Ja, het heeft wel een hele tijd geduurd. Ik bedoel, in het begin ging ik meteen op de schouders eronder zetten. En dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan, maar dat is natuurlijk niet. Want je had ook een fietsongeluk, hè? Je werd overreden door een vrachtwagen. Ja, dus die vrachtwagen die nam me mee. En toen is in die val is mijn rug gebroken. En dat wil zeggen dat dus die wervel helemaal kapot was gegaan. En op dat moment waren mijn benen verlamd. Dus ik ben vanaf de navel verlamd. Dus een complete lage dwarslezen noemen ze dat. Mm. Dat wil ook zeggen dat ik gewoon nooit meer zou kunnen lopen. En toen heb ik gekozen om een sport te zoeken die wel bij mij paste op dat moment. Mm. En nog steeds, dus 12 jaar later bijna. En toen ben ik op het handbiken uitgekomen inderdaad. Ja, en daar heb ik dus op dit moment hele mooie dingen mee bereikt tot op heden. En ja, zoals het er nu uitziet, komen er nog hele mooie andere momenten bij die ik ga verwezenlijken. Dus mooie doelen. Ja. Wat ik wel super aan jou waardeer en ook respecteer is eigenlijk dat je inderdaad wel met zoveel enthousiasme, zoveel energie die nieuwe initiatieven aanpakt. Je hebt ook een eigen stichting. Klopt. Wat doe je? Nou, wat ik doe met mijn stichting, we proberen toch steeds nieuwe dingen te zoeken. Dus mijn doelen die ik wil verwezenlijken en heb verwezenlijk. Mm-hmm. Ja, als we naar het buitenland gaan, betaal ik daar de overnachtingen van, alle fietsreparaties, nieuw materiaal, allemaal dat soort dingen, sportvoeding, noem het maar op. Vervoer, wat natuurlijk heel belangrijk is. En dat kan ik dan toch met behulp van mijn stichting en behulp van andere mensen die een zakcentje over hebben om mij dat over te maken. Ja, en jullie helpen ook andere mensen. Ook mooi. Klopt, ja, inderdaad. We helpen ook andere mensen. Ik heb dus natuurlijk met de Mont Ventoux, de beklimming, 3-4 weken geleden, hebben gefietst voor Kids Base uit Venlo. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Daar steunen we kinderen mee die het moeilijk hebben om toch hun van het leven te laten genieten op allerlei vlakken. Sport, school, vrije tijd, noem het maar op. Dus daar kunnen we ook mensen mee helpen en steunen. Dan hebben we nog voor de handbikers op de wielerbaan waar ik meestal train, of 1 keer per week train, zijn we ook geld bij elkaar gaan verzamelen om ook weer nieuwe dingen te doen, zoals de 24 uur challenge. Die gaat 6 op 7 augustus gaat dat plaatsvinden op de hei. Dus dan gaan we 24 uur lang gas geven voor ook andere doelen. Ja. Ja, en we hebben dus ook voor mijn stichting geld verzameld. Althans, dat krijgen we. Tot en met oktober is er nog kans om dingen, om geld te doneren door anderen. Dus dat we die 3 doelen gewoon hard kunnen toedragen. Ja. Weet je, dat is gewoon mooi. Ja.